Welke afwegingen en welke aanpak zou de heer Omtzigt dan voorstellen? De heer Omtzigt. Voorzitter, ik zou een onderscheid maken aan de ene kant tussen stikstofoxide en ammoniak. En bij de stikstofoxide die zijn vrij makkelijk naar beneden te brengen. Op dit moment leggen we allerlei bouwprojecten stil, omdat er nog ergens een generator staat die op 10 kilometer van het Natura 2000 gebied nog een minimale hoeveelheid stikstofoxide kan veroorzaken. Ik zou zeggen, ga eens naar de COX 2 fabriek van Tata kijken. Ga eens kijken naar een aantal vliegvelden. En je kunt de stikstofoxide heel snel naar beneden brengen door daar fors in te grijpen. Dan, aan de andere kant, hebben we de ammoniakproblematiek. En de ammoniakproblematiek, voorzitter, daar zou ik eens beginnen met een vrijwillige uitkoopregeling. Dat is precies het tegenovergestelde wat de regering doet. Ik zou beginnen met ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk van die bedrijven zo snel mogelijk opkoopt. Niet met stoppen, niet met verplicht stoppen, zeg ik erbij. Dat is wel de Europese regeling. En daar heb ik moeite mee, met die Europese regeling. Dan probeer je zo spoedig mogelijk als overheid dat te doen. En dan kun je, en dat heb ik in de eerste termijn ook aangegeven, je zult iets moeten doen met bepaalde gebieden die in Nederland verstrekt overbelast zijn. Ik heb twee gebieden genoemd, de Peel en de Veluwezoom. Daar zul je mensen echt moeten verleiden om iets anders te gaan doen. Ik ben tegen het verplicht uitkopen. En omdat ik zeg, ik ben tegen dat verplicht uitkopen, op het moment dat je als overheid een forse landpositie hebt en een aantal boerenbedrijven hebt, kun je ook aan een aantal van die mensen zeggen, je kunt elders naartoe. En tot slot, voorzitter, en dan kom ik zo met een motie met mevrouw Ouwehand. Ik wil van tevoren weten wat de doelen zijn rondom natuur en rondom dierenwelzijn. Want wat nu ook dreigt met deze uitkoop, is dat die boeren die relatief veel stikstof op dit moment uitstoten, uitgekocht worden. En die veehouderijen die dat niet doen, niet uitgekocht worden. En dan loop je een enorm risico dat je hier in Nederland eindigt met het uitkopen van heel veel melkvee. En vooral het toelaten van het bouwen van extra grote stallen voor varkens. Terwijl ik denk dat, als je kijkt naar het maatschappelijk draagvlak en hoe wij over 20 jaar hier de agrarische sector willen hebben, je dan het liefst de melkveehouderij zou houden en je af moet vragen of je nog wel die grote varkensstallen moet bouwen. Dus ik zou daar een onmiddellijk moratorium op zetten. Nou, dan heeft u in het kort een lijn, maar als u het aan mij als eenmansfractie vraagt, terwijl daar een ministerie van een paar duizend mensen zit, er zal ongetwijfeld een klein rafelrandje aan mijn plan zitten. Dat geloof ik onmiddellijk. Nee, het zijn ook hele grote vragen voor een tweede termijn. Nee. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nee, dat is... Of ik het landbouwbeleid wil herschrijven. Nee, dat gaan we nu echt niet doen. Nee,